Lars! Het moet gewoon. Het... Lars! Ja. Lars! 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 We moeten armen een kant op om te zoeken. Lars! Hallo dames en heren en welkom. Leuk dat je weer kijkt naar een gloednieuwe reageren op video. Ik ben vandaag met het zoontje ongeregeld en wij gaan reageren op jullie plaatjes en bewegend beeld op het wereldwijde web. Oh, je trok mijn puist op mijn hoofd gewoon los. Ik kan je alvast garanderen dat het een complete chaos gaat worden. Wij gaan reageren op de door jullie gemaakte Lars Peter memes over onze vakantie. We zijn namelijk de afgelopen 2 weken met z'n allen naar het Gardameer geweest en jullie hebben daar... Ja, toch in Kroatië. Is het niet het Gardarobemeer? Er zit ook gewoon nog een tandenborstel in mijn oor. Wat? Maar ik zie geen Garda meer. Boys, ik ken echt een hele goede mop. We gaan beginnen met miempje nummer 1. Mag ik ook voordat we beginnen aan de box? Wanneer de nerd uit je klasje verbetert? Oh, je bek als je bed weet. Ik weet niet eens wanneer dit was. Als je het voor de eerste keer doet. Ik weet niet of dit nog van onze vakantie heb is. Heb je het ooit al eens gedaan, Lars? Ik wil niet dat je dat zo op beeld nu zo zegt. Ja, heel erg. Lars die het voor de eerste keer doet. Wat doe jij? Heel glad. Lars. Hoe een baby huilt. Hoe lassen als een baby houdt. Ik zie jou ook al liggen als een... Was jij dat oprecht? Zo wel? Nee, ik schrok. What the fuck slaat dit toch? Oh, Jezus. Pizza. Let's be! We zijn wel een video aan het maken, jongens. Dat ik vond hem semi-grappig. Ik vond hem echt heel leuk. Vakantiememe. Kijk, dit is top. Zet er gewoon erbij. Vakantiememe, dan weten we het ook. Zo lekker duidelijk. We zijn niet aan het opnemen hoor. Totaal niet. Wanneer je erachter komt dat je een ene voor een kus. Hij lacht. Lach je als je een ene voor je toets? Ja. Wanneer je edit waar je een hele... God, Nederlands is echt een moeilijke taal. Wanneer je... Wanneer je edit waar je een hele dag aan hebt gewerkt... In ieder geval, dit gebeurt er dan. Ziek. Ja. Dat is wel grappig. Deze hele meme is niet grappig, maar ik zit op de achtergrond gewoon grappig te doen. Dit is jouw fanaccount, Mees. Ja, zeg er wat van. Zeg jullie, er wat van. Als jullie zeg maar fan zijn van mij, plaats allemaal een foto allemaal van mij met hashtag alles Lars Peter. Kleine jongetjes die niet zo goed kunnen richten, be like. Oh. Je moet je eigen plas drinken, Lars. Ja, het is niet de vakantie, maar het is wel grappig. You are koud op de slaap dan wel wat kijken. If you see this wetballoon red, you're normal. Ja, dat is leuk. Niemand, echt helemaal niemand. Timo als hij Engels praat. Nou, dat is wel goed. Is hij een doggo? Ja, ik zou wel een big doggo. Ik wanneer de docent mij een laatste waarschuwing geeft. Maak ik even geen domme opmerkingen en ben ik gewoon stil. Ik ga niet meer schreeuwen. Even rust nu. Nee, deze kom. Maar schiet af, fuck. Maar dan ben jij wel echt. Elke keer zeg jij, ik ga niks meer zeggen. Ik ga de komende half uur ga ik niks zeggen. Lars! Het moet gewoon. Lars! Ja. Lars! 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 Jongens, waar is Lars? We moeten armen een kant op om te zoeken. Lars! Lars! Ik ga alleen verder, denk ik. Lars, ben je hier? Lars! Lekker toepetje, ja, hoor. Ja, dat is wel zeker waar. Ja, Boas, je moet soms ook denken in oplossingen. Ik zou nooit denken in oplossingen. Timo ja. Heeft zichzelf zo vaak tegen gesproken. Ja. Expectations. Ik op schrikmoment. Ja, nee, die. Nee. Ja, deze. Wat doe je? Oh, wat is er nou weer aan de hand? Mees, ik heb niet kunnen genieten van deze meme omdat jij aan het smoeselen was. Lars! Lars die net heeft gefapt, Timo. Ik ben al 3 keer gekomen. Staat ook gewoon gekomen. Bij, dit is niet grappig. Waarom plaats je het dan? Wanneer je ruzie hebt met je broertje. Jij begon. Ik begon. Ik deed helemaal geen fuck. Ik zeg gewoon, echt als het kind. Tussen wie was dit gesprek? Ja, tussen jou en Timo, alleen was in mijn video. Hé, waar ging dit over? Ik begon. Ik deed helemaal geen fuck. Ik begon. Ik tijdens een hittegolf. Het is hier een snik, hé. Maar je zegt niet eens die hele meme goed. Klimmetje warm hier aan. Hé, Klim, hé. Ja, het is warm hier aan. Het is snik, heet.
is niet heel hip. Wanneer je de stoelen nog aan het doen bent en je nog maar met twee bent. Hoeveel stoelen hebben we nog? Ik vind het knap hoe, hoe de fuck je hierop komt. Nou, laten we eens even in het zwembad. Ja, wat dat bedoel ik niet, Timo. Op die meme, Timo. Als je op schoolreisje bent en er dan één iemand nog verstopt blijft. We missen ook iemand, of niet? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nee. Hallo! Vorige week had ik gezegd dat het editen van de edits die jullie maken heel makkelijk is. Nou, oké, het is misschien niet heel makkelijk, maar alsnog plaats je wel foto's in een app en die maakt er wat van. Stuk makkelijker dan wat wij doen. Wat een lul ben jij! Je kraakt ze gewoon af! Maar goed, het spijt zeg me. Het spijt me! Kansloze Lars in de stories ding. Comments. Comments. Het is gewoon letterlijk foto's in de app laden. Die app maakt er allemaal transitions van. Wat? Deze woorden kunnen ook. Maar doet hij dat dan ook op de muziek? Maar hoe kunnen ze bewerktijd 2 uur en 41 minuten? Ja, dat editen dat. Maar ja, ik kan ook wel 6 uur op de bank gaan zitten en 10 minuten zeg maar ergens opklikken. Ja, ik heb 6 uur 10 minuten over gedaan, ja, mentale voorbereiding. Zijnde, stop je daar misschien veel meer tijd en moeite in. Ja. Ja. Dit is toch kut! Wanneer Tim TikTok verslaafd is, staat dat er? Of ja, dat Tim of Timo. Timo, denk ik. Dat is super. Je moet leren om je tekst te centrifugeren. Roze zijn rood, Timo zijn vriendin heet Steam. Jongen, maar piemel, Steam? Ik heb niet. Jij hebt ook geen piemel, toch? Nul. No. Wanneer je weer een onvoldoende hebt en weet dat je het aan je moeder moet laten zien. Oh fuck, ik heb hier nu geen zin meer in. Ik heb hier zo geen zin meer in. Ik heb hier zo geen zin meer in. Ik hou van jullie. Ja, die context klopt ook gewoon. Nibbel, knabbel, pluisje. In mijn navel zit een pluisje. Yeah. Nibbel, rozen zijn rood, ik eet een broodje salami. I want to dance with somebody. Waar heb je dit in je video's? Nee, dat had ik in mijn video. Niemand heeft daar een TikTok van gemaakt. Ja. Waarom heb je dat opgenomen? Voor de lol. Rozen zijn rood. Boas moet Timo dingen uitleggen. Have a nice day. Dat is wel ik wou zeggen. Timo, jij kan echt geen Engels. Oh, ze verstond het hoor. Ik heb nog nooit iemand gehoord met zulk slecht Engels. Maar ze verstond het wel. Heb je personage een grote neus? Meest lefty chat. Meest team tenten freerunning. Was dat een oprecht geluid dat ik maakte? Ja. Yeah, we hebben het gehaald en nu weer recht. Lars en ik zijn officieel Simpsons allemaal. Officieel Simpsons allemaal. A few moments later. Pleonasme voor tafel is aardbei. Ja, maar het begint toch. Ik hoop, Timo. Timo, waarom ben je zo dom? Timo, weet je nog wat een pleonasme is? Nee. Jongens, ik denk dat dit een mooi moment is om deze aflevering weer te eindigen. Nee, heb je ervan genoten? Geef deze like en vergeet niet te abonneren op mijn kanaal en de kanaal van de boys. Ja. Zie ik jullie weer bij de volgende video. Ik kan helemaal niet geloven. Doei! Zullen we even de deur dicht doen anders? Ja, doe graag maar. En ja, mag niet meer binnenkomen natuurlijk. Nee. Je bent verbannen hier. Ja. Uit je huis.